Goedendag, mijn naam is Georgia Cardillo en dit is het meernieuws van vrijdag 22 februari. En dit zijn onze onderwerpen. Aantal passagiers op Schiphol stijgt naar recordhoogte. Brandverwoest reptielenopvang in Zwanenburg. En Chinees nieuwjaar in Nieuw-Vennep. Hoe bijzonder is dat? Maar we beginnen met de zondagopenstelling. Vanaf 1 april mogen winkeliers in Haarlemmermeer zelf bepalen of ze hun winkels wel of niet op zondag openen. De meningen over deze beslissing zijn verdeeld. Meer nieuws ging op onderzoek uit in winkelcentrum Getsewoud in Nieuw-Vennep. Op deze donderdagmiddag is het niet zo druk in het winkelcentrum. Toch mogen ook hier de winkels binnenkort op zondag open. Maar is dit eigenlijk wel nodig? Met kerst hebben we wel eens een koopzondag en dan is het altijd vrij rustig. Dus ik heb het idee dat het inderdaad meer kost dan dat we binnenhalen. Hier in het dorp lijkt het me niet zo'n heel groot succes, omdat het een dorpswinkel toch wat stiller is. De bezoekers van het winkelcentrum vinden het wel fijn dat de supermarkten op zondag open zijn, maar overige aankopen kunnen ook op andere dagen worden gedaan. Nee, ik denk niet dat ik zo heel snel naar een bakker of een slager op zondag ga. Maar de grote supermarkten zou ik wel fijn vinden. Ja. Als ik zou hier wel eens zit zondag en ik zie hoeveel boodschappen mensen de boot hebben, dan kan ik me dat voorstellen. Ja. Alleen als winkelpersoneel zou ik het niet prettig vinden, denk ik. Ik kan geen 7 dagen hier staan. Nee, waarom niet? Nou, je hebt ook een dag vrij nodig. Vandaar. Ja. Ja, ja. Zoals jij die ook hebt. Zou je zelf willen werken op zondag? Als het nodig is, dan kan dat. Maar zeker niet elke zondag, nee. Liever thuis? Juist, het gezin gaat voor. Nee, ik werk ook op zaterdag, dus dat betekent dat ik helemaal geen weekend meer heb. Dus nou ja, misschien een enkele keer om in te vallen, dat zou ik ook niet erg vinden. Maar in principe zit ik er ook niet echt op te wachten. Er gebeurde vorige week veel op Schiphol. Niet alleen steeg het aantal passagiers tot een recordhoogte, ook werden er meer wapens in beslag genomen. En de luchthaven krijgt er een nieuwe pier bij. Het nieuws van Schiphol in het kort. Het is de marechaussee op Schiphol ondanks al hun inspanningen niet gelukt om de cateringmedewerker op te sporen die verantwoordelijk is geweest voor het stoppen van naalden in broodjes kalkoen die aan passagiers tijdens de vlucht werden geserveerd. Het uitgebreide onderzoek hiernaar is helaas op niets uitgelopen. Verder bericht de Koninklijke Marechaussee in 2012 op Schiphol enkele honderden wapens meer in beslag te hebben genomen dan het jaar daarvoor. Opvallend is de stijging van het aantal imitatiewapens die vaak niet van echte onderscheiden zijn. Het aantal passagiers op Schiphol is in 2012 gestegen naar een recordhoogte van 51 miljoen. Ten opzichte van 2011 is dit een stijging van 2,6%. Er werd in dezelfde periode wel iets minder vracht vervoerd. Ook heeft Schiphol het afgelopen jaar meer winst gemaakt dan in 2011. De winst steeg met dik 2% naar 199 miljoen euro. Van dit bedrag gaat de helft naar de aandeelhouders en de andere helft is bedoeld voor nieuwe investeringen. Zo zal er op de luchthaven binnenkort onder andere verbouwd gaan worden voor invoering van centrale veiligheidscontroles in plaats van controles bij de gate. Om de groei van het aantal passagiers en vliegtuigen ook de komende jaren op te vangen, gaat Schiphol uitbreiden met een kleine A-pier. Deze zal gebouwd worden op de plek waar nu de cityhoppers van KLM staan. Er wordt nog onderzocht wat de beste manier is om de passagiers toegang te verschaffen tot deze nieuwe pier. Reizen naar een Europese bestemming met KLM gaat vanaf 22 april veranderen. De prijzen voor een ticket worden verscherpt, maar daarentegen moet men extra gaan betalen voor de ruimbagage. Klanten reizen tegenwoordig vaker met alleen handbagage en de luchtvaartmaatschappij wil volgens eigen zeggen op deze manier inspelen op dit veranderde klantgedrag. Maar er was natuurlijk nog meer kort nieuws deze week. Drinkwaterbedrijf PWN heeft aangegeven dat de tarieven voor het drinkwater voor de inwoners van Haarlemmermeer volgend jaar tot wel 50% kunnen gaan stijgen. Volgens PWN zijn zij genoodzaakt het tarief te verhogen omdat de gemeente zich niet langer aan eerder gemaakte afspraken zou houden. De gemeente bericht daarentegen dat PWN ten onrechte onrust zaait. Het bedrijf betaalt op dit moment geen precariobelasting, terwijl andere bedrijven en instanties met bekabeling en leiding in onze bodem dit wel doen. Dit door een bedwongen uitzonderingspositie in een 20 jaar oud contract. De gemeente vindt het niet langer gepast het winstgevende PWN nog langer financieel te ontlasten en wil het contract daarom opzeggen. Dat de kosten vervolgens worden doorbelast aan de burger is volgens de gemeente een keuze van PWN. Andere voormalige nutsbedrijven doen dit namelijk niet. Sinds eind vorig jaar is het een kale boel in sommige delen van Tolenburg in Hoofddorp. De kastanjes die onder andere aan de Reina Prinsen Geerlichtsdreef en de Aletta Jacobsdreef stonden, moesten vanwege een ziekte worden gekapt. Begin dit jaar is onder de omwonenden een verkiezing gehouden om uit te maken welke boomsoort de lege plekken mag gaan opvullen.
Met de 159 uitgebrachte stemmen is de voorkeur nipt uitgesproken voor de Noorse esdoorn. De bomen worden eind februari geplant. Zaterdag 16 februari heeft een ernstig ongeval plaatsgevonden op de Eiweg in Hoofddorp. Een 77-jarige automobilist is vermoedelijk onwel geworden achter het stuur, waarna hij twee fietsers aanreed. Een 15-jarige Hoofddorpse kwam in de berm terecht en raakte licht gewond. Een 47-jarige Hoofddorper raakte ernstig gewond. De hulpdiensten, inclusief een traumahelikopter, spoeden zich ter plaatse. De automobilist en de 47-jarige Hoofddorper zijn per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Zaterdag 16 februari was het bij Boerbos en Aalsmeerderbrug weer tijd om de schapen van hun wintervacht te ontdoen. De schapenvacht is namelijk een geliefd leefgebied voor luizen die bij de schapen veel jeuk veroorzaken. Er is een chemische manier om de luizen uit te roeien, maar Boerbos kiest er liever voor de luizen de das om te doen door ze bloot te stellen aan kou. Zo wordt ook voorkomen dat de luizen overspringen naar de eind deze maand verwachte lammetjes. De schapen zelf hoeven het niet koud te hebben, zij blijven voorlopig binnen. Er was veel belangstelling voor het schapenscheren van jong tot oud. In Zwanenburg staat al bijna 30 jaar een reptielenopvang waar de meest exotische dieren worden opgevangen. Kort geleden heeft hier echter een grote brand gewoed en daarom wordt er nu hard gewerkt om de opvang weer in oude staat te herstellen. Daar ligt een anaconda, die is 3,5 meter en die weegt zo'n 45 kilo. Dat is een dier dat is gevonden in Beverwijk in een park en is ruimschoots in staat om een volwassen mens te doden. We houden hier dieren die de meeste mensen niet zo kunnen waarderen. Vanaf gedumpte waterschildpadden, wat heel bekend is, tot slangen, hagedissen, kaiman, noem het maar op. De reptielenopvang in Zwanenburg had de handen vol aan de vele dieren, tot het noodlot toesloeg. In de nacht van 10 op 11 februari ontstonden er vonken in een lamp bij het dierenverblijf. Het verblijf brandde volledig af en hierbij kwamen 13 dieren om het leven. 'S Avonds om 10 uur is de brandweer geweest, die hadden een rooklucht geroken, tenminste de bewoners boven. Zijn ze opgekomen en niks kunnen constateren. Later in de nacht zijn de vlammen ontstaan, zeg maar, en is er brand gewoed, heeft de brand gewoed. Zeg maar bij de, hier stond de schildpaddenbak, zeg maar. Dus hier stond een muur. En hier stond, zeg maar, de schildpaddenbak en daar is het op een gegeven moment ontstaan. Hier hadden we een kooi met leguanen. Nou, het is nu allemaal weg natuurlijk. De brand heeft de eigenaren van de reptielenopvang niet uit het veld geslagen. Met donaties en hulp van vrijwilligers proberen ze het pand weer op te bouwen. De hulp komt hierbij van alle kanten. Er zijn wat scholen die nu zich in gaan zetten. Dus proberen op die manier, er is een lege flessenactie geloof ik, is op touw gezet. Ja, dat zijn allemaal kleine dingetjes die toch gaan helpen. Er is iemand kooi aan het bouwen, het gaat goed. Het lijkt zeker dat de reptielenopvang in Zwanenburg snel weer alle werkzaamheden kan oppakken en een belangrijke taak weer zal vervullen. We doen heel veel met dierenpolitie en dierenbescherming, noem het maar op. Zelfs de brandweer doet een beroep op ons. Dus wat dat er gaat, we zijn nodig. Het nieuwe jaar heeft menig Haarlemmermeerder natuurlijk al lang beklonken. De Chinezen in Nieuw-Vennep echter nog niet. Zij luiden afgelopen weekend hun nieuwjaar in met een vurige drakendans. Ik heb een traditionele kung fu school en dat maakt natuurlijk deel uit de Chinese traditie. Ik ben al vanaf jongs af een beetje mee opgegroeid. Dus alle normen en waarden over de Chinese traditie, daar hou ik in eer. En de traditie is het uitvoeren van de Chinese leeuwendans en de Chinese draak. Dat houdt in dat wij daarmee opvoeringen wat betreft het geluk brengen en het inluiden van het Chinese nieuwjaar. Mensen gingen op straten, gingen ze met potten en pannen gingen ze lawaai maken. En dat heeft te maken met het verdrijven van de kwaad. En op een gegeven moment gingen mensen rare maskers dragen. Echt puur zeg maar om de duivel te verdrijven. De Chinese leeuw, daar zitten twee mensen in. En de Chinese draak, daar zijn er meerdere mensen in. Ik speelde dan de kop van de draak. En de draak staat voor dat hij oppermachtig is. En die leidt dan het feest. Dus die is belangrijker dan de leeuw zelf. Wij Nederlanders steken graag vuurwerk af in het nieuwe jaar.
en eten graag een oliebol. Maar hoe zit dat eigenlijk bij de Chinezen? Oorspronkelijk de vuurwerk komt uit China. En daarna vonden ze iedereen zo leuk en daarna wordt geïmporteerd naar de hele wereld, zeg maar. We hebben ook Zuid en Noord en bijvoorbeeld onze Cantonese half van meer zoete oliebol. Dat betekent zijn aan de binnenkant zijn van we hebben ook groene bonen en rode bonen gemaakt. En daarna ze maken een puree en een beetje suiker toegevoegd. En daarna met de buitenkant is van de rijstteeg gemaakt. En daarna wordt het ingefrituurd. In de noordkant misschien hebben ze wel andere oliebolsoort, maar het zijn meer zout. Dat is toch wel een beetje een verschil van onze Chinese cultuur. Kong hei fa chai, san nin fai lang. En dit was het Meer Nieuws van deze week. Voor de laatste nieuwsupdates, luister naar onze collega's van Meer Radio en bezoek ook onze website meertelevisie.nl. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.